Vandaag bij mij aan tafel Harry Wientjens. Hij is directeur van Rabobank Den Haag. Jan Keizer is hier, want binnenkort herleven oude BZN-tijden in het Circus Theater op Scheveningen. En Vincent Veeman. Hij schreef een boek over de schokkende roofoverval op de Haagse juwelier Ruud Stratman in april 2012. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar de wekelijkse talkshow op TV West over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Wie mijn eerste gast ziet, denkt meteen aan Volendam en in het bijzonder aan BZN. Samen met Annie Schilder wist hij vele nummers bekend te maken met die typische eigen BZN-sound. Ja, Jan Keizer, wanneer was dit? 76. Zo. Een tijdje geleden. Ja, dat zag je ook wel, hè? En, ja, dus dat zag je wel, maar toch is het voor iedereen nog heel herkenbaar. Het gekke vind ik, na al die jaren, tot soms kinderen in de zalen gewoon die tekst meezingen. Dat vind ik zo apart, ja. Na zoveel jaar. Kinderen die er nog helemaal niet waren toen dat nummer eigenlijk werd. Niet, nee. Die vaders en moeders die zijn natuurlijk... Die hebben die platen echt helemaal stuk gedraaid. Ja. En die kinderen horen dat dan gewoon weer. Ja, en wat was dat toch met dat Frans met jullie? Wat was het dan met dat Frans? Dan kom je uit Volendam en dan moest je, nou, heel veel ging in het Frans. Ja, het heel raar was dat mijn vader die zong vroeger Frans. En dat ging... Chante, chante, encore la nuit. Dat soort dingen allemaal. Ja. En dan nog veel hoger. Ja. Nog hoger dan Gerard Joling soms. En ik vond het als kind vreselijk. Ik vond het helemaal niks. Je had natuurlijk de Beatles, de Stones. Je was met de hitparade bezig. Ja, en daar had je veel meer mee. En daar had ik veel meer mee. Ik vond dat zingen van mijn vader me helemaal niks. Maar gek genoeg gaat dat toch in je hoofd zitten. Ja. En op een of andere manier bedacht ik me eigenlijk... jaren nadat wij Mon Amour hadden gemaakt... ik ben mijn vader eigenlijk een beetje aan het kopiëren. Ja. Want ik heb toen... Dat je bent er toch van gaan houden. Ja. In 2007 hield BZN op? 17. Nee, 7 jaar. 2007, ja. 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 Ja, dus dat is nu meer dan 10 jaar geleden. Ja. Maar jullie komen terug. Kon je toch niet maar zonder... We zijn nog gestopt. Hè. Niet helemaal. Hè. BZN is wel gestopt. Ja. Maar ik heb eerst solo nog wat gedaan. Ja. En daarna ben ik eigenlijk door de verjaardag van Mies, die 80 werd... Die nodigde ons uit om Mon Amour te zingen. Want dat vond ze een prachtig lied. Een van de favorieten. Ja. En zo zijn we en toen zijn jij dan niet weer samen. Ja. Nou, dat is toch mooi. Hij werkte als verslaggever toen hij voor Omroep West, toen hij achter een roofoverval op een Haagse juwelier aanging. Niet wetend dat hij er maandenlang mee bezig zou zijn en zelfs een boek over zou schrijven. Op woensdagmiddag 25 april 2012 komen twee mannen de winkel van Ruud Stratman binnen. Ze bedreigen hem met een pistool en schieten hem uiteindelijk neer. Als de politie de winkel binnenvalt, treffen ze alleen de zwaargewonde juwelier aan. De overvallers zijn in geen velden of wegen te bekennen. Stratman wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overlijdt. Ja, Vincent Veeman, welkom. Dank je. De overval en moord op Ruud Stratman in de Beeklaan in Den Haag. Wat heeft er nou voor gezorgd dat juist deze zaak jou zo heeft beziggehouden? Nou, twee dingen eigenlijk. Ten eerste was ik toen net politie- en justitieverslaggever hier. Ik geloof een week of 2, 3. Dus dat maakte al dat sowieso, ja, die eerste herinneringen daaraan, die kwamen sowieso al binnen. En dit was gewoon een hele heftige zaak die je ook nu, dat merk ik de afgelopen weken ook, op het moment dat je iemand 3 steekwoorden geeft, dan weten ze weer waar het over gaat. En dat zit hem met name in de heftigheid, onder andere ook van camerabeelden die vrijgegeven zijn toen. Heel snel al, waardoor er een soort klopjacht ontstond. Ja, dat blijf je wel bij.
Ja, je hebt er een boek over geschreven, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En mijn derde gast, dat is de directeur van particuliere en private banking van Rabobank Den Haag. En net als veel andere grote banken verdwijnt ook de naam van deze bank steeds vaker uit het straatbeeld. Harry Wientjens, welkom ook. Dankjewel. Ja, drie vestigingen van Rabobank Zuid-Holland gaan weg. Ja, drie van de 10 sluiten wij de 3 kantoren. Welke zijn dat? Dat is in Voorschoten hebben we een kantoor. Dat gaan we sluiten. We sluiten een kantoor in Voorburg, in de Parklaan, Parkweg. En we sluiten een kantoor in Loosduinen, Loosduinse Hoofdplein. Dat zijn 3 kantoren waar wij in goed overleg met ledenraadsleden, met medewerkers en met klanten hebben gezegd van ja, hier wordt zo weinig nog gebruik gemaakt van de dienstverlening. Heel veel vierkante meters, hoe gaan we dat? We kunnen op een andere manier dichtbij komen dan SEC alleen maar in de stenen en in de winkels. Ja, maar wat komt er dan voor in de plaats? Nou, wat we doen is eigenlijk, er zijn een aantal grote bewegingen gaande. Enerzijds heb je sowieso de hele financiële sector staat op zijn kop. Je hoort het, je leest het of wij het nou zijn of concurrenten. Internet is there and to stay. Dus je ziet dat steeds meer via internet wordt geregeld. En de app, ik weet niet of je dat weet, maar sommige mensen kijken standaard 3 tot 5 keer per dag even op hun mobieltje bij een internetbankieren. Dat is een soort, net zoals je nu.nl of West of even kijkt van nou, het is zo common geworden voor mensen. Nou, als je die beweging, dat is beweging 1. Internet wordt veel meer gebruikt. Maar even, want ik herken dat wel. Ik kijk ook regelmatig op mijn mobiel en op mijn app. Niet per se die van de bank, want dat, als er nou elke keer wat bij zou komen, zou dat nog nut hebben. Maar dat zijn er toch vooral wat jonger. Zijn het niet vooral de oudere mensen die dan de dupe worden wanneer zo'n vestiging sluit? Nou, dat is ja en nee. We hebben over het algemeen, als je kijkt wie komen er nog bij kantoren, dan zijn dat met name mensen die of niet weten dat die dienstverlening ook op een andere manier kan. En anderzijds mensen die dat zo gewend waren. En daarom hebben we ook juist gekeken naar van hoe gaan we, dit heeft impact op een community en met name op ouderen. Dus we hebben er een aantal acties ook juist op ondernomen. Door enerzijds te kijken naar van, hey, kunnen we die mensen helpen om te leren internetbankieren? Twee, als het nou echt dat mensen slecht ter been zijn en ze kunnen niet naar de bank te komen, kunnen wij dan wel tijdelijk, dan wel via volmacht, om in ieder geval bij de mensen thuis komen om ze te helpen met een geldexpress. En daarnaast is het ook zo, we hebben 50 reacties gekregen daarop. En ook best emotionele reacties. En als je dan uitlegt wat er verandert en wat de alternatieven zijn. Of wat nou workshops zijn die we geven. 1-op-1 workshops ook bij ons op kantoor. Als het gaat over de geldexpress die we onderrijden. En we laten gewoon op vrijdag laten we een Rabobus rouleren. Waar mensen gewoon weer het gesprek aan kunnen gaan. Dat is in ieder geval, zeker voor die komende, pak een beetje half jaar, een goede overgang hebben en kunnen wennen aan nieuwe situaties. Dit doet me denken aan Veronica van vroeger. Hè? De Rabobank komt naar je toe deze vrijdag. Precies. Ja. Maar het is een soort. Het is, we gaan uit die, met de stenen daar weg. Weet je wel? En we zitten hier ook juist om dat uit te leggen. En we hebben daar al een paar maanden van tevoren hebben we dat al aangekondigd. Zodat we onze trouwe bezoekers hebben mee kunnen nemen in deze beweging. Je gaat niet als bank zomaar even weg uit een gemeenschap. We zitten hier juist om uit te leggen wat de alternatieven zijn. En inderdaad, ik denk dat je met de vele acties die we al doen, dat we misschien wel dichterbij komen dan SEC in een kantoor. Want in Loosduinen sponsoren wij ook de wijkbus, waar ouderen juist veel meer mobieler door worden. Ja. In Voorschoten hebben we gezegd, u moet hier kunnen blijven geld opnemen. Dus we hebben, as we speak, een paar dagen geleden een contract gesloten met Primera, dat we daar gewoon in-store een geldautomaat plaatsen, zodat mensen wel bij hun geld kunnen. Okay. Dus we zoeken echt. Want dat is natuurlijk ook een van de redenen. Waarom vestigingen sluiten, is omdat mensen hebben minder cash geld nodig. Heb jij nog vaak cash geld op zak, Jan? Bijna niet. Nee. Nee. Alles gaat weer. Ja. Knipjes. Bij ons in de supermarkt zeiden ze weer, hij gaat er juist uit. Dus. Ja. Interessant dat we nieuw bijgeplaatst worden. Ja. Toen dacht ik wel, dat is onhandig, want dan moet ik nog verder weg als ik een keer cash nodig heb inderdaad. Ja, maar heb je het nog vaak nodig? Nou, niet heel vaak, maar soms is het wel handig om op zak te hebben. Ja, meer op jouw vak misschien, maar de plofkraken. Het is op dit moment was laatst ook weer in het nieuws.
De veiligheid ten aanzien van die automaten, dat is best wel een issue, een maatschappelijk issue. Vroeger werd er een shovel naar binnen gereden en dan was je heel veel schade aan het gebouw. Ja. Tegenwoordig is het als het gebeurt, wordt er grof geweld gebruikt. En dat is gewoon heel gevaarlijk, ook voor omwonenden. En dus vanaf 20... Ze willen het daarom ook zwaarder gaan bestraffen, hè, nu? Ja, ja. Dat is van hogere straffen. Voor mij van 14 maanden naar 48, geloof ik. Ja, precies. Dat is een enorme forse stijl. En ik denk dat dat heel goed is. Omdat je moet je bewust zijn van als zoiets gebeurt, wat dat voor impact het heeft voor bovenbewoning of mensen in de buurt. En wat je... wat een grote andere beweging is dat we vanaf 2020 zullen alle grootbanken hun geldautomaten samenvoegen. En op een veel slimmere manier organiseren. Dus dan krijg je straks alleen maar witte geldautomaten en niet meer een geldautomaat van andere banken of van Rabo. Gewoon eentje waar je... En dan ook niet meer met dat maximum. Want nu is het zo dat als je bij een andere bank pint, dan mag je, wat is het? Ik geloof maar €200 pinnen of zo. Hangt er vanaf welke bank je zit natuurlijk. Hè? En over het algemeen het gasgebruik €250. Ja. En wat je straks krijgt is eigenlijk dat die automaat, daar kun je met alle passen, zeg maar, jouw limiet die jij met jouw bank hebt. En ik hoop natuurlijk dat mensen dat bij de Rabo doen. Ja. Ik vind het wel verstandig dat ze samenwerken. Ja. Ja, want je hebt nu heel gekke situaties. Dat je op bepaalde situaties heb je binnen een straal van 200 meter zitten er drie verschillende geldautomaten. Ja. En op sommige plekken zit er helemaal geen. Nou, daar wordt dus door Geldservice Nederland veel beter naar gekeken om een betere distributie te krijgen. Nog al die passies wegdoen van al die andere banken. Zolang die van Rabo is, één passie. Ja, dat wil hij dan, ja. Dat vertrouw je in de reclame, Jan. Andere ontwikkeling bij de Rabobank. Er gaan 1600 banen verloren door een reorganisatie. Nou, jij zit al een hele tijd bij de Rabobank. Jouw hoeveelste reorganisatie is dit? Nou, ik heb er redelijk wat meegemaakt. Die reorganisatie waar je op doelt is volgens mij van ons regionale klantcontactcenter. Dat heeft in de voor de klantenservice. En dat is een onderdeel van een groter plan waarin we zeggen van hoe zorgen we ervoor dat we uiteindelijk die bank klaarmaken voor de toekomst. En dat heeft altijd heel veel impact, een reorganisatie. Dat is voor ieder individu. En dat gaat op alle niveaus. Of je nou directeur bent, of dat je in een kantoor zit. Het maakt niet uit of je een ondersteunende dienst bent. Het heeft altijd impact. En dat leidt ook altijd tot spanning. Maar het mooie is, en dat zie je ook gebeuren. Ik sprak laatst nog mensen die bij een vorige reorganisatie dan boven het alles zijn geworden. En die echt zeiden, want ik had het eigenlijk eerder moeten doen. Ja, dat klinkt heel gek. Maar die dan wel zeggen van... Maar is dat niet een mooi verhaal? Nee, echt niet. Want het is namelijk, zo'n reorganisatie heeft onwijze impact. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Je bent potentieel boventallig en dat is gewoon niet prettig. Ja, dus ik zeg niet, goh, of leven de reorganisatie. Dat is echt onzin, helemaal niet. Nee, dat lijkt me toch ook een beetje... Alleen, wat je wel ziet, is dat in de huidige tijd, waar het steeds sneller gaat... Vroeger gingen de reorganisaties om de 5 jaar. Nu gaat die bijna om de 2 jaar. En die wendbaarheid van die organisatie, zeker in de financiële sector, waar het echt hard gaat met nieuwe toetreders, met gebruik van internet. Maar dat is omdat de wereld zo snel verandert. Want je kan ook zeggen van nou ja, blijkbaar hebben ze dat niet goed ingeschat als ze na 2 jaar alweer moeten reorganiseren. Nou, ik denk dat dat er zoveel bewegingen, zo'n grote cashbeweging, wat ik net vertelde over die geldautomaten, dat heeft enorme impact natuurlijk op het aantal bezoeken überhaupt. Wat nog in, als mensen bij ons op kantoren komen, is het vaak om geld op te nemen. Ja. Nou, als je dat niet meer in de kantoren straks hebt, dan heeft het een enorme impact. Even in de glazen bol kijken, over 25 jaar, hoe bankieren we dan? Ja. Als ik dat zou weten, zou dat een legendarische uitzending worden. Dat zou heel bijzonder voor de bank zijn. Ja. Ik denk dat er gaan een aantal grote bewegingen gaan daar plaatsvinden. En één daarvan is de hele robotisering. Neem nou bijvoorbeeld dat je straks misschien werkt je samen met mens en robot met elkaar samen in een filiaal of op een plek. Ja. Je kunt je haast niet voorstellen, maar ga er maar vanuit. Ja. Of aan het bed in de zorg, dat je straks een verpleegster hebt van vlees en bloed. Je staat straks ook te zingen met een robot. Dat kan ook. Ja. Nou, doe ik haar niet weg. Ja, tegenwoordig, wat zijn jouw woorden? Dat ben je mij voor je rekening. Nee, dan heb je twee. Want Annie heeft dat ook zo'n robot. Ja, natuurlijk, ja. Dubbel. Nee, maar je zult altijd een factor mens zal heel belangrijk zijn. Dus je kunt nog zoveel op internet gaan doen, maar wij zijn in ieder geval als Rabo ervan overtuigd dat je juist die combinatie moet hebben van de mens en of het nou het internet, de data gebruik, noem maar op, dat gecombineerd, dat zal
een vorm zijn waarin we denk ik het bankaire landschap, niet alleen in Den Haag, maar gewoon in Nederland, hoe dat vorm wordt gegeven. Nou, we gaan het allemaal meekrijgen, ongetwijfeld. Hoeveel tijd is er voor nodig om je eigen leven en daarmee ook dat van anderen volledig op zijn kop te zetten? Twee Haagse jongens hebben aan een kleine 2 minuten genoeg. Zo begint het boek van Vincent Veeman over de moord op juwelier Ruud Stratman. En het boek heet ook 2 minuten. 2 minuten die levens verwoesten. Vincent, het is april 2012. We hadden het er net al even over. Jij werkt bij Omroep West. En toen? Er werd 's middags een melding uitgedaan dat er een overval was gepleegd. Dat gebeurde toen de tijd best vaak. Eigenlijk bijna aan de lopende band, zou je kunnen zeggen. Dus ja, dat was een beetje een modegeel aan het worden. Het was niet iets waar we direct op aansloegen van het is heel groot nieuws. Natuurlijk, je gaat kijken, et cetera. Maar in de loop van de middag werd bekend dat die man beschoten was en overleden was. Ja, dat was natuurlijk het moment dat het hele verhaal kantelde. En ik zelf ook die kant op gegaan ben aan het eind van de middag. Ja, en toen ging je daar naartoe en wat trof je aan? De hele boel was nog afgezet. We probeerden zo dicht mogelijk bij de Beeklaan te komen. Dat ging natuurlijk niet omdat die zelf afgezet was. Dus via allerlei steegjes en straatjes probeer je dan zo dicht mogelijk bij te komen. Een beetje beeld krijgen van wat gebeurt er. En op dat moment stond de grote tent van de forensische opsporing er nog steeds. Dus het was duidelijk dat ze nog met politieonderzoek bezig waren. We zagen agenten voorbij komen die buurtonderzoek aan het doen waren. Ik heb ze onder auto's en in putten zien zoeken. Waarschijnlijk op de zoek of er nog iets van een wapen of iets dergelijks. Of andere zaken te vinden waren. Dus dat onderzoek was gewoon nog volop gaan op dat moment. Ja. In jouw boek, waarin je ook voor jouw boek heb je gesproken met heel veel mensen die daarbij betrokken waren. In ieder geval ook met de weduwe van Stratman. Die heeft ruimhartig meegewerkt. Die had eigenlijk zelf al een boek geschreven. Hè? Ja. Best wel bijzonder dat zij zo ruimhartig meewerkt, of niet? Daar was ik ook heel blij mee. Dat was voor mij zelf een voorwaarde toen ik hieraan begon. Van ik vind dat zij het in ieder geval goed moet vinden en ook moet willen meewerken. Want als zij dat niet doet, dan houdt het voor mij op. Ik vond dat dat wel nodig was. Dus die heb ik ook als eerste benaderd. Wetende wel dat zij ook dat boek geschreven had, wat echt haar ervaring is, zeg maar. Dit stoelt natuurlijk een iets andere insteek. Ja, want dit zijn maar ook daar heb ik wel heel veel van kunnen gebruiken. Mensen van het OM en rechters. Ja. Je hebt echt heel veel mensen gesproken. Daardoor is het ook een beetje een wonderlijk boek geworden, want eigenlijk het leest als een hele spannend verhaal. Als een thriller bijna. Alleen het is echt. Ja. Ja, soms zou je dat bijna vergeten op het moment dat je het leest en ook schrijft. Maar toch iedere keer bedenk je wel van wat je ziet is dus wel echt gebeurd. Ja. Ja. Dat is wel. En dat is heftig. Laten we nog eens even kijken naar een fragment van toen. 2 dagen na de overval neemt het politieonderzoek een onverwachte wending. De overvallers zijn nog steeds spoorloos en dus worden er beelden vrijgegeven van de bewakingscamera's. Er ontstaat een klopjacht naar de overvallers, maar ze blijven spoorloos. De politie gaat nog een stap verder en maakt pasfoto's en de namen van de verdachten bekend. En dan gaat het snel. Sandro G. meldt zich kort na de aanhouding van Zia B. bij de Nederlandse ambassade in Georgië. Hij bekent voor de Georgische televisie dat hij Stratman heeft doodgeschoten. Je weet dit, zie je niet. Ja, die beelden van echt de moord, dat de juwelier, dat Ruud wordt neergeschoten, die komen dus vrij snel in de openbaarheid. En dat is een van de redenen waarom deze zaak vrij uniek is, hè? Want dat was voor het eerst. Nou, het ging reuze snel inderdaad. 2 dagen na de overval al werd besloten. We hebben geen opsporingsmogelijkheden meer, geen andere opsporingsmogelijkheden meer om deze jongens heel snel nu van straat te halen. En ze waren wel bang dat er nog iets zou gaan gebeuren. Ze hadden geen buit, ze waren kennelijk bewapend, deinsden er ook niet voor terug om dit bij Julien Lapidé te doen. Dus ze wilden die jongens pakken, maar er was gewoon op dat moment niks anders meer om dat op korte termijn voor elkaar te krijgen. Dus zeiden ze dan die camerabeelden eruit. Goed over nagedacht op dat moment. En je ziet ook in de jaren erna heb ik gemerkt als verslaggever steeds bij rechtszaken dat het ook een voorbeeld was wat steeds terugkwam, de manier waarop het toen gegaan is. Ja, het OM is op een gegeven moment ook bang dat de strafmaat misschien wel minder wordt
juist omdat die beelden vrij zijn gegeven. En dat gebeurt dan niet. Nee, daarvan heeft de rechter ook gezegd van ja, wij gaan daar geen rekening mee houden. In die zin dat er straf vanaf zou moeten. Want dat is uiteindelijk een discussiepunt waar ze bang voor waren. Van ja, we hebben wel de privacy van deze jongens geschaad door ze met naam en toenaam op tv te brengen met de bewakingsbeelden. Ja, gaat de rechter daar rekening mee houden? En de rechter heeft gezegd, nou, hier hadden ze rekening mee kunnen houden. Ja. Ze hebben zichzelf ook niet gemeld. Maar ik denk dan altijd, je hebt net iemand vermoord. En die wilde je nog overvallen ook. Zijn privacy is geschaad. Mag ik even? Wij zijn altijd weer het liefste jongetje van de klas. Ja. Ook met justitie. Dat is gewoon zo. Ja, maar het is zo raar dat dan opeens een overweging wordt. Ja. Toch? Vind ik ook. Ja. Ja, ze stellen ook van ja, ook als je een verdachte bent, heb je nog steeds wel bepaalde rechten. Nou, dat begrijp ik. En daar wel. Valt privacy ook onder. En in dit geval heeft de rechter ook heel duidelijk gezegd: ja, maar we gaan er geen rekening mee houden. Het betekent in dit geval voor hun zaak betekent het niks. Nee. Uiteindelijk worden er forse straffen uitgereikt. Want het gaat om drie jongens. Hè. Dat zijn die twee jongens die zijn dan naar binnen gegaan. Eentje heeft geholpen door ze te rijden, maar die wist duidelijk wat ze van plan waren. Niet de moord, maar wel de overval. En dan komt er hoger beroep. Ja, en dan wordt het een stukje minder. Ja, nou dan wordt het fors minder. Ja, dan gaat voor allebei de overvallers is er 3 jaar vanaf gegaan. En de driver, inderdaad, is degene die ze gereden zou hebben, die wordt op dat punt vrijgesproken. Hij heeft wel een valse idee gebruikt. Daar krijgt hij 3 maanden voor. Ja. En that's it. Het Hof zegt, er is niet genoeg samenhangend verklaard om er zeker van te zijn dat deze jongen wist wat er ging gebeuren. Ja, dus in eerste instantie wordt er dan opgelegd 13 jaar cel terwijl er 18 was geëist. En 11 jaar cel terwijl daar ook 18 jaar was geëist. En in hoger beroep blijft er dan 10 jaar over en 8 jaar over. Ja. We hebben het over 2012. Die jongens zijn bijna weer vrij. Dat zou kunnen, ja. Wat vind je daarvan? Ja, ze zijn behoorlijk lager gaan zitten dan geëist was. Ook in hoger beroep is de eis wat lager, nee, dat is wat feitelijk lager geworden. Wat vind je ervan? Daar zijn ze ook afgezakt. Ja, nog meer boeken schrijven. Ja, precies. Ja, het is pijnlijk en ik denk ook op sommige punten lastig uit te leggen. Ja. En dat hebben ze in het vonnis wel geprobeerd, het zo goed mogelijk te motiveren. Maar je ziet ook aan iedereen die je daarover spreekt, dat het onbegrijpelijk is wat er... En met name die driver daarvan zegt echt iedereen, ja, het is onbegrijpelijk dat daar gewoon niets van overgebleven is. En dat ze het overwogen hebben dat die jongen niet ging rijden. Ja. Ja. Harry, kan jij het je herinneren? Want 2012 was je natuurlijk ook al actief hier. Nou, ik werkte toen 2012, maar dit is gewoon landelijk nieuws geweest. Ik weet wel dat het de heftigheid... Ja. Wat je zegt, dat ineens ook op... Je kijkt op je telefoon en ineens dat barstte gewoon los. En dan uiteindelijk dit verhaal aanhoren. Dus dat is 2 minuten die gewoon vernietigend zijn. Hè. Ja. Voor heel veel mensen. Voor ook, heel veel levens. Maar ook voor... Gewoon zelfs voor de jongens zelf natuurlijk. Voor de jongens die vernietigen hun leven ook in 2 minuten. Maar ook gewoon wat is de... Ja, goed, dus een beetje... Want ze waren 19, hè, geloof ik. Ja. Ja. Je kijkt ook naar de maatschappij. Hoe kan dit? Je gaat dus naar binnen en uiteindelijk gebeurt zoiets. Ja. Dat is weer een soort volgende verhuftering, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Die je ziet, los van de strafeis, want daar heb ik helemaal niks over. Daar gaat de rechter over en de rechterlijke macht. Maar dit is natuurlijk wel gewoon persoonlijk, voel je dit wel als van heftig. Op welk moment dacht jij, daar zit een boek in? Ik werd min of meer toevallig op het spoor gezet van, er was een workshop waar iemand zei, elke journalist moet een keer een boek schrijven. Toen dacht ik, nou, dat zal wel dat... vond ik een onzin statement. En een maand later dacht ik, het was een beetje blijven hangen. En een maand later dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon eens proberen. En als niks wordt, dan stop ik er over 2 maanden. Dus ik ben een soort van ingerold, korte stukjes gaan schrijven. En op een gegeven moment dacht ik, van ja, het begint vorm te krijgen. En, Maar ik zei het hele traject nog wel het idee gehad van, ik kan er ook weer mee stoppen. Ja, maar ik zei al, je kreeg heel veel medewerking ook, hè, van politie. Je mocht politiedossiers inkijken. Ook dat was wel nodig om het te kunnen maken. Want als die mensen er niet over willen maar vertellen... Maar is dat gebruikelijk? Weet ik niet. Ik geloof niet dat er dagelijks boekenschrijvers aan de deur stonden. Maar in dit geval was het, in ieder geval voor de regisseur, daar heb ik echt uren mee zitten praten, alles bij elkaar. En je merkt gewoon dat ze daar zo betrokken bij zijn geweest. En dat het ook voor hun een zaak is geweest die zo'n impact heeft gemaakt, dat ze daar allemaal wel hun verhaal over kwijt wilden. Enige die niet mee wilden werken, waren de daders. Ja. En de advocaten ook de daders. Maar die hebben aangegeven, althans, of geen reactie gekregen of aangegeven dat ze
het nut er niet van inzagen. En is er nu, na het uitkomen van het boek, is er een reactie van die kant gekomen? Nee. Nee, niet. Althans niet dat ik hem gezien heb of gehoord heb in ieder geval. Het heeft mij dan niet bereikt. Ik ben benieuwd, of wil je weer een boek gaan schrijven? Ja. Nou, zit dat in je hoofd? Die vraag krijg ik nu wel vaker natuurlijk. Ik sluit het niet uit. Ik vond het hartstikke leuk, gewoon dat hele proces om dat te doen en dat te creëren. Doe je het dan op een... Alleen weet ik niet welke zaak het zou moeten zijn. Wat een waar gebeurd verhaal is, zoals dit. Ja. Of denk je uit je brein... iets te kunnen. Zou ook nog kunnen, ja. Zou ook nog kunnen, ja. Ik ben nog niet zo ver dat ik daar al helemaal uit ben. Maar ja, ik, nee. qua echt zaken die ik zou willen uitdiepen, was dit wel degene die ik graag die mij bijgebleven is. En ik zou niet zo snel een andere zaak weten waar ik ook. Want ook dat is, er zitten zoveel aspecten aan dat er ook een boek over te schrijven valt. Kijk, een zaak waar iets die net zo heftig is, maar waarbij iemand meteen opgepakt is, verklaard heeft. En daar krijg je een heel boek uit. Ben je ook van mening dat zo'n boek kan helpen bij verwerking? Goeie vraag. Ik weet, zij heeft aangegeven, ze heeft alles mogen lezen vooraf. Ik heb ook tegen haar gezegd, ik wil ook dat je het vooraf gezien hebt. Sowieso dat je weet wat er komt, maar ook dat er geen onzin in staat. Ja. En ik weet dat het voor haar heel heftig was om het te lezen. Dat heeft ze ook wel verteld, van, nou, ik heb het in stukken moeten lezen. Of het echt aan de verwerking bijdraagt, weet ik niet. Maar je merkt wel dat het iets doet met ze. Ja, ja. Hoe raar het ook klinkt, het is een heel mooi boek, goed geschreven. En mede dankzij de medewerking natuurlijk van Els Lokker, de weduwe van Ruud Schatman. Het is tegelijkertijd akelig, maar het is wel goed dat het allemaal is opgeschreven volgens mij. Zou het zich lenen voor verfilming? Ik heb nog geen aanbod gehad, ik weet het niet. Nee. Nou, ja. Ja, op zich heeft het zich wel redelijk in de openbaarheid afgespeeld, denk ik. Het zou me niet verbazen. Nou, ja, precies. Ja, nou, misschien wel juist daarom. En dan, for something completely different, zou ik zeggen. Het is tijd voor Tom en de vlog van deze week. Deze week mocht de kleine Tom zich meten met kickbokskampioen Rico Verhoeven. De Glory wereldkampioen kickboksen. Die gaf namelijk een clinic in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar je alle fijne kneepjes van de trainingsmethode van Rico kon leren. De grote vraag is natuurlijk, schuilt er in Tom een kickbokser? Ik ben in het Zuiderpark Den Haag en ik word zo meteen helemaal afgebeund door Rico Verhoeven in de Winners Workout. Winners Workout is eigenlijk mijn trainingsvisie, mijn trainingsmethodiek die ik bedacht heb. Eigenlijk op het moment toen ik kampioen werd, kreeg ik steeds meer de vraag van Rico, hoe word je fit? Wat doe je? Welke oefeningen? Noem het maar op. Mm-hmm. Wat eet je? Toen dacht ik, oké, maar waarom? Omdat ik zoveel die vraag heb, waarom ga ik dit niet in een platform gieten, dat ik dit kan delen met iedereen, maar dat iedereen hem ook kan doen. Dus niet alleen mensen die fit zijn, maar ook mensen die totaal niet fit zijn. Ik ga zo meteen met je meedraaien. Ja, leuk. Ja, hoe moet ik gelijk vol inzetten? We beginnen met een beginner workout. Ja. Dus dit is voor het beginner level. En dan gaan we het opbouwen. Dan zeg ik, oké, dit is een gemiddeld level. En nu gaan we naar pro level. Dus je mag pro level wel proberen. Als je zegt, dit is toch te zwaar. Ga je gewoon terug naar het level daarvoor. En dan doe je gewoon die oefening. Show us what you got when the motherfucking beat drops. Ja, eet natuurlijk een en al gezondheid en allemaal goed. Heb jij iets wat een soort van guilty pleasure voor jou is? Als je denkt, ik heb gewonnen, nou mag dat wel eventjes naar binnen komen? Ja, sowieso. Ja, wat is dat? Ja, het ligt er een beetje aan waar ik vecht. Als ik in Nederland vecht, is dat McDonald's. Ja? Maar dat is meer, dat is niet omdat ik het zo lekker vind, maar dat is gewoon meer een mentaal iets. Dat ik denk van, nu mag het. Ja. En als ik in het buitenland ben, is het gewoon lekker grote steak met patat. Ja, lekker veel. En een colaatje. En een colaatje. Een colaatje. Oh, ik kan hem in, Frits. Als je nog eens iets hebt. die arme Tom. Volgens mij is het geen kickboxer. Maar is hij wel voor de guilty pleasures? Dat scheelt alweer. Jan, 7 mei sta je met Annie Schilder in het Circus Theater op Scheveningen.
En dat is een beetje back to the future. Want je hebt daar opgetreden, maar nog niet eens zo heel erg lang geleden. Want in 2016 gaf je er ook al een groot concert. Ja. Ja, we staan er weer. Ja. Maar heb je iets met Scheveningen of heb je iets met Circus Theater? Nou, kijk, het is een van de mooiste theaters van Nederland. Carré, Circus Theater, er zijn er nog een paar. Dat zijn de mooiste theaters van Nederland. Ja, dus je hebt er ook echt weer zin in. Dat is altijd natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Ja. Om voor veel mensen op te treden en de nostalgie te laten horen van de muziek. Want van dat wordt het, een avond nostalgie? Absoluut, ja. Ja. En hoe moet ik me dat voor, als ik daar nou naartoe ga, wat kan ik dan verwachten? Nou, je krijgt gewoon liedjes die wij eigenlijk niet zo lang geleden gemaakt hebben. En daar komt een Franse medley. Frans zit bijvoorbeeld als een rode draad door onze hele carrière. We hebben ook liedjes, niet alleen zelf geschreven liedjes, maar ook liedjes van beroemde zangers. Okay. Die komen voorbij in een medley vorm of wat dan ook. En het is gewoon een heel gevarieerd programma. Ja. Waarin je vermaakt wordt en ik werk met het publiek, ze mogen meezingen. We maken er een feestje van. Ja. En kunnen we karaoke ook of moet je de tekst kennen? Nee, je hoeft niet karaoke, dat is er niet bij. Nee, je moet de tekst kennen gewoon. Dat ja, is... absoluut. Ja, maar okay. Die kennen ze hoor. Ja. Ja. Ja, die kennen ze. Iedereen zingt dat mee. En heb jij nou eigenlijk zelf een favoriet dan? Iedereen heeft toch een favoriet? Ja, daarom. Ik vond vroeger... Gilbert Bécaud was een van mijn favorieten. En ik ben zelfs ooit uitgenodigd om met hem een duet te doen in Nederland. Ja. Dat was toen helemaal, dat zou gebeuren. Alleen het gekke was, zo'n man die gaat in het Amstel Hotel in Amsterdam zitten, een weekje of twee, en wie betaalt dat? En dat was jij niet. En dat was ik niet. En het was ook zo, het had nog wel betaald geworden, maar het liedje waar ze mee kwamen, om een single uit te brengen in Nederland, dat was absoluut geen commercieel nummer. Dat hoorde ik op een kilometer afstand, dat geen hit zou worden. Dus dan gaat het gewoon niet door, dan gaat het over. Ja. Dan vind ik dat wel jammer, even goed. Ja. Want het had wel leuk geweest. Met Gilbert Bécaud, ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, had je een flop gehad met Gilbert Bécaud, was ook wel knap geweest. Ja, ja. Nee, met Tom Jones ben ik bijvoorbeeld geweest in Vegas. En die man die is nu, denk ik, bijna 80, zo'n beetje, denk ik. En die zingt alle noten echt met zoveel power in. Nog steeds? Ja, geweldig. Ja. En dat is dan ook een van mijn favorieten. Maar er zijn er natuurlijk heel veel. Ja. BZN, Harry? Ik heb, los van Mon Amour dat ik het ken, staat het niet in mijn Spotify op dit moment. Nee, maar je kent het. Ik ken het zeker. Ja. En Vincent? Nou, ondanks Band zonder naam ken ik het van naam. Ja. Maar daar houdt het wel op, ja. Ja, wordt dat niet eens tijd dat die band een naam krijgt? Nee, dat laten we het maar zo houden. Ja. Ja. Je gaat optreden met Annie Schilder. Ja. Maar na Annie Schilder kwam er natuurlijk ook nog een andere zangeres. Namelijk Carola Smit. En misschien dat je de nummers van die tijd nog wel kent, Vincent. Zullen we nog even luisteren? We are, we are when. We are, we are when. My name is Dan. Jan, dit is natuurlijk ook alweer van een tijdje terug. Dit is van een tijdje geleden, ja. We hebben het nu net zo met die jongens onder het filmpje door. Hoe deze knapen, jonge knapen, hoe oud ze zijn. Ja. En die hebben er niks van mee. Nee, toen dit een hit was, dan waren ze er. Dat waren ze nog niet. Nee. Maar het is wel zo'n nummer, wat ook net als Mon Amour. Wat ongelooflijk lang bekend is. Ja, het deed wel een belletje rinkelen. En wel, kijk, ja, zeker. En die Benjamin, en dit is zo'n nummer waar daar kan jij los. Hè? Ik ken jou vooral als een jappa. Ja, ik ben ook wat rustiger geworden. Fritz. Is dat zo? Ja, wel. Maar bij sommige nummers kan dat niet. Nee, maar dan moet jappa, je ook... Jappa, jappa, kan je niet rustig zingen. Nee hoor, dan ga ik ook uit het dak. Ja. 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 En dat moet. Ja. En die gaan allemaal langskomen op... Die komen op, allemaal voorbij. Op, en, 7 het mei. Wordt gewoon een enorme feest. Ja. En dan ben je natuurlijk een doorgewinterde oude rot in het vak die al heel lang op dat podium staat. Ja. Is het dan voor jou toch ook nog wel spannend?
Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel facetten die je in dit vak hebt. Het maken van teksten, het schrijven van liedjes, het begeleiden van andere artiesten. Als je het over het vak helemaal hebt. Ja. Maar het optreden is altijd weer... Het is hetzelfde als een voetbalwedstrijd. Kijk, iemand die kan voetballen, die kan die voorzet geven. Maar het is elke keer weer de kick. Ja. Tot iemand hem er weer inkomt. Of het lukt, of het gaat, of het gesmeerd gaat, of het lekker klinkt. Dat blijft. Ja. En het geeft je gewoon een kick. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. De mensen die zitten kijken zullen misschien ook denken van... Hè, maar hoe wonderlijk dit, want een paar jaar geleden werden we opgeschrikt... en je was ziek, want er was kanker geconstateerd. Hoe gaat dat nu? Ik loop nog steeds onder controle. Ja. En dat gaat goed. Ik voel me goed. En ik tennis en mijn tegenstanders gaan huilen naar huis. Het gaat prima. Ja. Want eenzelfde soort verhaal gold eigenlijk voor Annie Schilder. Annie, ja, borstkanker. Er was borstkanker geconstateerd. Dat gaat ook goed. Maar je punt is, dit is ook een soort verwerksituatie. Ja? Ik denk wel. Als je bent helemaal gefocust op dat zingen, op het publiek, hoe de reacties zijn. En dan denk je even niet aan jezelf. En allemaal positiviteit? Ik denk van positief, heel positief. Ja. Dus je gaat door tot je neervalt? Dat niet. Nee, ik heb voor mezelf al wel een datum geprikt. Oh? Dan ga ik stoppen, ja. En wanneer, dat is toch niet 8 mei? Dat ga ik je niet vertellen. Stop, maar het is toch niet 8 mei? Het is toch niet dat dit de laatste mogelijkheid is? Nee. Mooie scoop zijn geweest. Nee. Dat is wel commercieel gezien, zou het verstandig zijn om het te zeggen. dan is het in ieder geval uitverkocht, ja. Maar je hebt nog wel plannen voor de aankomende jaren, mag ik hopen. Ja. Ja. En hoe zien die eruit? Die zien er gewoon prima uit, want we gaan een theatertour doen in Nederland weer. Ja. En we gaan ongetwijfeld naar Zuid-Afrika, waar we heel populair zijn. Ja. Daar gaan we een tour langs de Westkust doen. Ja. En dan sta je bijvoorbeeld in Johannesburg op zaterdagavond en op zondagmiddag voor zo'n 8000 mensen. 2 keer. En in Kaapstad sta je gewoon. En de grote steden, Bloemfontein, Pretoria. En ja, iedereen zingt onze liedjes mee daar. Ja. Dat is zo leuk. Ja, en dan gaan we naar Roemenië. Nee, Jan, blijf alsjeblieft nog heel lang zingen. Nou ja, in ieder geval dan bij mij in de douche. Ja, maar dan horen we het niet allemaal. Ik ga toe naar de laatste vraag. Die is elke week hetzelfde. Dat is voor jullie allemaal hetzelfde. Dat is namelijk de vraag, wat staat er bij jullie in de agenda? Iets waar je naar uitkijkt, iets wat er echt niet uit mag, Harry. Ik heb een afspraak met klanten. Die mogen er sowieso niet uit. En ik heb daar... dat is heel belangrijk, denk ik. Nee, dat gaat over een maatschappelijk project ook in Rijswijk. Waar wij als Rabobank in participeren. Hoe gaan wij zorgen voor meer economische ontwikkeling, maar ook hoe... Betrek je daar jongeren bij? Daar kijk ik van uit, Jasper. Ja, heel mooi. Vincent, wat staat er bij jou in de agenda? Het is de week in aanloop naar dodenherdenking, bevrijdingsdag. Ik zag dat ze hier in Den Haag in het kader van bevrijdingsweken allerlei leuke, of tenminste, interessante activiteiten hebben. Dus daar heb ik er redelijk wat van uitgepikt waar ik naartoe ga. En, heel goed. Vrijdagavond Waalsdorpen vlakte. Nou, heel goed. Je gaat naar de Waalsdorpen. Ja. Ja, ik ook. Ja, ook. Kijk, heel goed. Jan, wat staat bij jou in de agenda? Ik ga binnenkort naar Kos. In Griekenland. Nou, daar treden wij op met 15 Nederlandse artiesten. Ja. En er komen 900 Nederlanders naartoe, naar dat eiland. Met hopelijk prettige temperaturen. Ja. En ik ga daar, je hebt daar ook een foute avond. En daar ga ik Demons Roussos doen. Demons Roussos? Ja, dus ik ben van de week met een naaister naar de markt gegaan in Volendam. Stoffen uitgezocht. Ja, dit is wel geschikt voor een kaftan. En met dan een kussen ertussen? Een kussen gaat, een kussen met een riem. Ik ben op zoek naar een pruik, dat valt nog niet mee. Want hij werd al een beetje kalend, hè? En dat is zoeken. Maar dat gaat erg leuk worden. En weet je al welk nummer? Ik ga een aantal hits van hem zingen in een medleyvorm. En het leuke erbij is, nou, ik kan het Iwa vertellen, want ik heb een bezemsteel door de midden in mijn schuurtje gedaan. Waar je als artiest al wel rekening mee moet houden. Toen heb ik een handschoen gekocht. Die heb ik aan die stok gedaan, die andere vingers opgevuld. En die zit onder mijn kaftan. En die maak ik dan al breder. Dus ik heb straks armen van 3 meter breed. En daar maak ik dan hele rare bewegingen mee die Demon Soezel nog nooit gedaan heeft. Nee. Maar wel erg leuk is.
Dat lijkt me. Zou ik zeker in mijn agenda laten staan? Dat zou ik ook in mijn agenda laten staan. En Nick, ik kijk deze week het meest uit naar het Bevrijdingsfestival op zaterdag 5 mei. Op het Malieveld in Den Haag met onder andere Candy Dulfer, Tim Akkerman, Direct en mijn gast van vorige week, DJ Joey. En volgende week dan ben ik weer hier dan met een van mijn favoriete uitzendingen van het jaar. Want die is compleet gewijd aan het Eurovisie Songfestival. Ik ontvang dan onder andere Songfestival winnares Gertie Kaspers van T-Chin. Hoe ging dat? Dingen doen, dingen duren, hoe lang zou het duren? Ja, en zij komt samen met Marga rechtop in de wind bult. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen op Facebook, op Twitter, op Instagram en op YouTube. En wil je de uitzending van volgende week nou bijwonen? Dat kan. Mail dan naar frits@omroepwest en meld je aan. Graag tot volgende week. Dag!